Vandaag zijn we in Mechelen, ons eerste Light as a Service project bij onze eerste realisatie, gebouwde zeerieder van de stad. En wij hebben van de stad de opdracht gekregen om 4 gebouwen in totaal volledig te renoveren en te voorzien van nieuwe verlichting. Bij Light as a Service gaan wij iets verder dan dat we normaal gaan. Normaal verkopen we producten. Hier gaan we eigenlijk producten verhuren, waarbij dat we zowel de lichtberekening als de installatie als de financiering en niet te missen ook nog het onderhoud voor onze rekening nemen. In het verleden werkten wij echt zelf met elektriciëns die dat dan, waar dat je een bestelbon moest maken om die op te roepen, om die in te schakelen, wat toch allemaal zeer omslachtig was. Daarom dat we eigenlijk die aanpassing van onze manier van werken met licht ook mee geïntegreerd hebben in het nieuwe werken. Het voordeel voor ETAP is dat wij zeer veel leren van dit soort projecten, omdat wij hier de installatie zelf op ons nemen. En dan leert je kleine details die dat voor andere installateurs ook interessant kunnen zijn. Dat pikt je op en daar kun je dan iets mee doen. Met dit nieuwe systeem doen wij tot 70% minder verbruik van onze energiefactuur, wat dat toch financieel ook een heel verschil maakt. Bij ETAP hebben wij er heel veel vertrouwen in dat wij een heel robuust product maken dat lang gaat meegaan. Daarnaast weten we dat ons energieverbruik ook zeer laag is, dus dat gedurende een lange periode een actueel product blijft. Er is met lokale houtsoorten gewerkt. De tapijten die dat hier liggen zijn van herbruikbare materialen. En heel de overschakeling naar LED-energie, naar LED-verlichting, past daar ook perfect in. Duurzaamheid is iets waar wij heel hard in geloven. Als we kijken naar het lineaire model, dan wordt dat steeds meer vervangen door een circulair businessmodel. Laas is echt een perfect circulair businessmodel waarbij we de toestellen gaan verhuren, ze zo lang mogelijk in de economie houden. En als ETAP geeft het echt de mogelijkheid om dicht bij de klant te staan en dat is voor ons echt wel de toekomst.